Yo mensen, mijn naam is Mick en vandaag gaan we kijken naar dingen die jij nog nooit gezien hebt. Zoals dit, een salamander die uit zijn eitje komt. Kijk dan, bro. Bro, het ziet er oprecht wel gewoon schattig uit en vies tegelijk. Maar ik had het nog nooit gezien. En jij vast ook niet. Of dit, een schommel in een huis. Letterlijk van de voordeur naar de woonkamer. Schommelt ze van links naar rechts. Het ziet eruit alsof het een sprookje is. Ja, ik weet 100% dat je dit nog nooit gezien had. Maar wat je ook nog nooit gezien had, is dit. Ja, nu denk je van Mick, dit is toch gewoon een weg. Als je heel ver kijkt, dan zie je dat het daar regent. Maar waar hij staat, is het nog droog. En je ziet letterlijk het regen dichterbij komen met de seconde. Of ja, eigenlijk is het hagel. Maar ja, gewoon, hoe ziek is dat? Letterlijk aan de overkant hagelt het super hard. Maar waar die man staat, is het gewoon droog. En hij ziet gewoon de hagel op zich afkomen. Dit is gewoon een natuurwonder. En kijk, het is nu bijna bij hem. En let op, 3, 2... Hey, en boem, het begint keihard te hagelen waar hij staat. Ja, ik vind het echt ziek. Ik vind het echt ziek. Hij ziet gewoon de hagel op zich afkomen. Hoe lijp is dat? Gaan deze aansteker in vaccine doen. Maar moet je opletten wat er gaat gebeuren. Kijk, het vuur. Het vuur zit er ook gewoon in. Wajo. Nee, volgens mij is dit gewoon kei fake. Een andere aansteker dan zeg maar deze. Dit kan niet. Dit kan niet. Dat de vuur zo... Dat de vaccine blijft... Nee, nee. Heb je ooit 2 waterbubbels in elkaar zien gaan? Nee? Nou, ik ook niet. Kijk, let op wat er gaat gebeuren. Dit zijn 2 van die waterbubbels. Dit zijn dus 2 zuurstofcirkeltjes onder water. Die nu tegen elkaar aankomen. En het is zo vergeten. Satisfying. Wow, yo, dit is satisfying. Bro, als je dit al ooit had gezien, dan heb je echt veel gezien. Ik weet zeker dat je dit nog nooit gezien had. En wat ik persoonlijk nooit meer wil zien, is dat zoveel procent nog niet geabonneerd is. Hé, hey, die 69% die nog niet geabonneerd is. Abonneer nou eens even op mijn kanaal. Het zou heel erg fijn zijn. Oké, wat is dit? Is dit een kat of is dit een hond? Want letterlijk, het lijkt op een combinatie van die twee. Ik heb dit beestje nog nooit gezien, bro. Maar ik wil hem wel. Olly is schattig, maar Olly en hij... Zou ultra schattig zijn. Maar als jullie hem wel al ooit hebben gezien, hoe heet dit diertje? Hoe heet dit beestje? Want ik wil hem hebben. Dit is de coolste lamp ter wereld. Die je dus blijkbaar op Amazon kan kopen. Ik word niet gesponsord. Helaas. Ik herhaal helaas. Jullie mogen mij wel sponsoren, Amazon. Maar dit is dus een lamp die je kan kopen op Amazon. En oh, bro, dit is echt de coolste lamp ter wereld. Waarom heb ik deze lamp nog niet eerder gezien? Ten eerste, als die uitstaat, ziet hij er ook al cool uit. Want het is een soort van, ja, aluminiumbal. En als je hem aandoet, bro, het lijkt net alsof het, zeg maar, vuurwerk is dat stilstaat. Het is gewoon vet. Dit is hoe regen eruit ziet in een vliegtuig. Het lijkt letterlijk op, ja, ik weet niet, alsof regendruppeltjes gewoon in de lucht blijven vasthangen. Zeg maar, dit zijn eigenlijk gewoon regendruppeltjes die nog niet aan het vallen zijn. En het ziet er heel apart uit. Ja, heel apart. Zeg maar, door naar beneden te gaan, niet naar... Die kant. Dit is als je een monster truck met een normale auto combineert. Ja, dan krijg je dus dit. Ja, dit is zo extra, maar ook weer zo vet. Het was eigenlijk gewoon een heel simpel autootje. En een of andere automonteur dacht van, ah, laten we dat veranderen. En boom. Een monster truck x normale auto. Even, ik ben echt... Ik weet hoe deze auto heet, maar ik ben het helemaal vergeten. Nou, het ziet er in ieder geval wel heel tof uit. Alleen ben ik de naam van de auto vergeten waarmee hij dit heeft gedaan. Nou, dit heb je sowieso nog nooit gezien. Dit is gewoon... Wat is dit? Ja, ik kan het niet eens uitleggen wat dit is. Dit heeft nog geen naam wat dit is, want niemand heeft het ooit gezien. Deze man heeft dit gewoon uitgevonden. Hij is letterlijk aan het dansen, terwijl... Ga gewoon door. Dit was gewoon raar. Dit is een appartement op de 70ste verdieping. En als zij het raam open doet, kan ze gewoon letterlijk wolken aanraken. Omdat ze zo hoog zit. Bro, ik wil ook wolken aanraken. Maar ze kan het zelfs nog beter doen. Want op het dakterras, ja, dat zit dan natuurlijk ook in de wolken. 70 verdiepingen hoog. Er is letterlijk, ik weet het bijna zeker, dat er geen enkel gebouw in Nederland is die 70 verdiepingen hoog is. Nou, het is ook weer heel erg stom. Want ja, kijk je naar buiten, zie je eigenlijk altijd gewoon wit. Omdat je in de wolken woont. Dit zijn kippenjassen. En wanneer een kip zo'n jasje aandoet, vinden andere kippen die kip eng. Dus wat doen ze? Doen zeg maar bij de kippen die gepest worden, dat jasje aan. Zodat ze zeg maar niet meer gepest worden door de andere kippen. Dat is ongelooflijk. Gewoon een anti-pestjas. Maar dan voor kippen. De enige mensen die dit weten, zijn mensen die mijn video hebben gekeken. En mensen die kippen hebben waarschijnlijk. Want ik wist dit echt niet. Dit is zo random en ik had dit nog nooit gezien. Dit is een spin die een spinnenweb maakt. Ja, ik had dit nog nooit gezien. En ik denk jullie ook niet. Dit is gewoon letterlijk een spin die een spinnenweb maakt. En ja, ik vind het best wel interessant om te zien. Je ziet altijd de spinnenwebben. Maar hoe ze gemaakt worden, dat had ik nog nooit gezien. En ik ziet er best wel gewoon heel cool uit hoe een spin dit maakt. Kijk dan. Hij springt gewoon van pop, 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 pop. Bro, dit is gewoon talent hoor. Creatief op een ander niveau. Spinnen zijn gewoon echt lijp creatief. Wat ik ook leuk vind, is dat
dat ze zeg maar een patroon deelt het aanhouden. Het gaat gewoon zo perfect rondje. Dus wat is natuur eigenlijk mooi, hè? Wat is natuur eigenlijk mooi? Ik vind dit zo mooi. Blijf gewoon maar kijken. Hier, hoppakee. Een minuutje verder. En hij is al gewoon bijna klaar met zijn spinnenwebje. En boom, weer 20 seconden verder. En ja, het is toch mooi gelukt. Applausje voor die spin. Voor die geweldige spinnenweb. Spider-Man is er niks bij. Dit is een regenboog in een wolk. Ja, ik heb wel eens een regenboog gezien in mijn leven. Maar een regenboog in een wolk heb ik nog nooit gezien. En ik denk jullie ook niet. Nou, dit is een regenboog in een wolk. Dit is hoe insecten groeien. Ja, ik weet niet wat voor een insect dit is. Maar ze gaan gewoon precies laten zien hoe dat insect groeit. Ik weet niet of ik hier nou heel ongemakkelijk van word. Of dat ik het heel vet vind om te zien. In ieder geval, zoals je ziet, hij wordt best wel snel groter dan die 2 euro. Het is echt heel erg lijp. Het is echt gewoon een groot beest. Ah! Nee, ik wil hier niet meer naar kijken. Dit is een Bugatti volledig gemaakt van Lego. En hij kan ook nog eens daadwerkelijk rijden. De lampen werken, alles werkt. Gewoon een levensgrote Bugatti, maar dan van Lego. Ja, eerlijk is eerlijk. Hoeveel geld zou jij hiervoor over hebben? Een Bugatti kost echt 1 miljoen euro. En deze Lego Bugatti, ik heb geen idee hoe duur het is. Maar het is wel heel erg vet. Dit is wat een astronaut ziet als hij aan het werk is vanuit de ruimte. Ja, letterlijk dat. Hij is aan het werk vanuit de ruimte en dit is zeg maar wat hij ziet. Hoe cool is dat? En trouwens, hier kunnen we ook zien dat de aarde rond is. Wist je dat er vierkante appels bestaan? Nou, zo worden die vierkante appels gemaakt. Ik wist echt überhaupt niet dat ze bestonden, maar blijkbaar worden ze dus zo gemaakt. Ze doen een soort van plastic huls eromheen in de vorm van de vierkant en dan groeit de appel dus in een vierkant. Dit zijn letterlijk Minecraft appels. Hoe vet is dat? Gewoon vierkante appels. Waar kan ik het kopen? Dit is een aapje die een pakketje opent. Ik weet zeker dat je dit nog nooit hebt gezien. En zij echt levenloos op TikTok zit. Want ik had deze gezien op TikTok. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen dit nog niet hebben gezien. Maar dit is letterlijk gewoon een aapje die een pakketje opent. Deze man heeft dus een aapje als huisdier. En dat aapje, ja, die opent pakketjes. Dat is letterlijk zijn TikTok-account. En nou is dat aapje lekker aan het eten wat in dat pakketje zit. En een aapje zit echt schattig. Ik zweer het je, ik wil een aapje. Maar het is ook weer zielig om een aapje te hebben. Dus ik doe het niet, oké? Okay? Kijk, en nu maakt de aapje de popcorn open. En dan gaat hij popcorn eten. Oeh, mijn god. God, zo schattig. Ja, dit is zo schattig. Oh, ik wil echt graag een aapje, maar het is zielig, dus ik doe het. Stel je voor, je ligt op je bed en je bent samen met een aap als deze schattige aapje. En je gewoon popcorn aan het eten. Kijk, hoe schattig dat zou zijn. Ja, het is wel heel schattig. Maar ik doe het niet, want het is zielig. Dit is een glijbaan. Ja, dit is een glijbaan. En deze glijbaan is heel speciaal. Want wat doet deze glijbaan? Deze glijbaan valt gewoon recht naar beneden. Dus op een gegeven moment gaat zeg maar de grond weg. En ja, dit is dus zijn POV, oftewel zijn beeld. Hoe hij van de glijbaan afging. 3, 2, 1. Hoppa! Ja, dit is wel echt een next level glijbaan. En het ziet er ook oprecht heel erg cool uit. Met al die kleurtjes. En boom, hij is beneden. Je viel dus gewoon letterlijk naar beneden. Wajo. Dit zijn vissen die zijn ingevroren onder water. Maar wanneer je het ijs kapot maakt, leven die vissen gewoon nog. Letterlijk, blijkbaar als het water bevriest, kunnen die vissen gewoon nog blijven leven. Dus als je zeg maar vissen zo ziet, ze leven nog. Dit is toch ziek. Wajo. Deze man is een meloen aan het schrijven. Maar ja, je hebt nog nooit zo iemand een meloen zien snijden. Kijk hoe die dat doet, bro. Dit is toch next level. Hij snijdt gewoon even deze meloen in. Wat is het? Hoeveel seconden? 10, 12, 13 seconden. Wajo! Als ik een meloen aan het snijden ben, dan ben ik een half uur verder. Jongens, dit is cool voor iedereen die 18 plus is. Letterlijk wat je doet. Je stopt dit ding op een biertje of een fles of iets met drank of water kan ook. En boom, je hebt een waterpistool of een coronapistool nu. Hey, deze gadget. Ja, dit wil toch gewoon iedereen hebben? Letterlijk, dit is toch gewoon vet? Hoppakee, klik erop. En ik kan gewoon letterlijk van alles een soort van waterpistool maken. Hoe vet is dat? Links zien we een Disney lightsaber voor 120 euro. En deze man heeft zijn eigen lightsaber gemaakt voor 600 euro. Wajo! Hey, die lightsaber lijkt gewoon echt. Like, what the fuck? Dit is wel heel erg dik. Nou, zo gaan ze ook nog eens uit. Oh, het is zo cool. Waar kan ik die lightsaber kopen? Oké, dit is de gadget voor gamen. Kijk, je stopt je drinken in het midden. En links en rechts stop je je Nintendo Switch controletjes. En boom, je kan lekker gamen en drinken tegelijk. Wajo! Even serieus, dit had ik nodig toen ik heel veel op mijn Nintendo Switch zat. Want dat doe ik de laatste tijd niet meer. Maar als ik heel vaak op mijn Nintendo Switch zou zitten, dan wil ik dit hebben. Ja, dit is wel echt heel erg chill. Deze vrouw leeft in de toekomst. Let op. Ze heeft haar auto zo gekeerd en ze heeft gewoon ervoor gezorgd dat de vloer kan draaien, zodat ze haar auto nooit zelf hoeft te draaien, want de vloer draait. Wajo, en zo kan ze altijd makkelijk in- en uitparkeren. Even serieus. Deze vrouw leeft gewoon in de toekomst. Nou, dames en heren, dit waren dingen die je nog nooit had gezien. Dat denk ik tenminste. Wees ook zeker even geabonneerd op mijn kanaal hier beneden. Doe even een duimpje omhoog en dan zeg ik Mick out. Oh.